Hoeveelste keer? Moet ik tel, maar ik doe niet vanaf begin aan gaan mee. Dus voor mij vanaf oorspronkelijk 97 in die buurt. Dus ja, 30 jaar nu. 20 jaar. Ja, ongeveer 20 jaar. Wat heeft u met trekkers? Ja, een beetje uit de hand gelopen hobby, hè. Vroeger begon met bij mijn oom de boerderij en in verloop van jaren, ja, een beetje uitgebreid met trekkers. En ze doen, ja, een beetje een handloop. In verloop van tijd ben ik hierbij ingekomen met organisatie. Een beetje help hier. En ook in Meadow. Daar zag ik ook ieder jaar met help, een beetje, ja, een beetje hobby. U komt helemaal uit Etten. Waarom doet u mee? Omdat ik het altijd prettig vind met een toertocht rijden. En dan gebruik je de trekkers nog eens weer. En nou, ik vind dat eigenlijk ik vind dat geweldig hier zo. Ja, een goed, mooie omgeving. Hoeveel trekkers doen er vandaag mee? Plus minus 70 ongeveer. Ja. Er kunnen altijd nog mensen, ja, zo nog de Bonnefoyberg zijn mensen, ja, die hebben ze niet opgegeven en ja, die komen ook nog gewoon. Dus ja, we zullen zien wat er komt. Waar komen de deelnemers allemaal weg? Want ik heb begrepen, niet uit de buurt. Nee, Tjurbergen, Dinenkamp, of daar komt ze een beetje wegrijden. Dus ja. Maar ze al precies wegkomen, Meadow, ja, zeg maar. Ze komen over weg. Ik heb weer de sluiten, ja, we hebben eigenlijk van alles. We hebben er wel een stuk of 15. Dus sluiten, daar is houdt de meeste van. En vent. En dan nog een handelmag en zo, van alles zo'n beetje. Ja. Ik vind het leuk. Ik kom uitleg ervoor met regendag, maar je gaat er gewoon voor. Zonder dak erop. Want ik vind tractor zonder dak toch een alltimer. Wat verwacht u vandaag? Heel veel regen. Maar ik ben 2 jaar geleden, of de laatste keer toen ik hier geweest ben, ook de hele dag geregend. Dus, ja, het weer heb je niet in de handen. Nee, gelukkig niet. Vanaf was niemand gekomen. Dus, nee, je moet gewoon het verstand op nul zetten, zeg ik wel eens, en gewoon doorrijden. Wat voor toertocht kan de deelnemer verwachten? Ja, of ja. Is morgen een route omgeving van hoe dat boeien zo een beetje rondrijden. En ze gaan we richting Haarsbeek, Watermolen, gaan we een beetje rondrijden. En gaan we kijken van ja, een beetje rondtuffen. Ja. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Alleen het weer heb je niet zo in de hand. Ah, maar dat gaat goed, kom. S'morgens een beetje regen voor de stof en s'middags wordt beter.